Dit is dus het maandagochtend gevoel, wat ik nu voel. Dit is dus het maandagochtend gevoel. En als jullie op maandagochtend aan het werk zijn, jullie beginnen er ook lekker langzaam, toch? Lekker weekendje. Je gaat niet meteen werken, toch? Even lekker koffie pakken, hè? Lekker kletsen. Niet meteen beginnen met werken, toch? Ja, dat is wat ik nu aan het doen ben. Ontbijten en je lachspieren laten testen door een stand-up comedian. Dat is het recept voor Start a Comedy. Een speciale ochtendvoorstelling die elke eerste maandag van de maand in Theater Diligentia wordt gehouden. Klinkt leuk, maar waarom zou je door de week in alle vroegte naar het theater gaan? Er staat een lekker ontbijt voor hun klaar, een yoghurtbar is er. En om 8:30 begint er 20 minuten comedy die je helemaal wakker schudt. Waarvan je denkt, ja, ik wil die maandagochtend lekker doorzetten. Na afloop kunnen ze nog wat eten, drinken, een beetje napraten, kletsen en dan gaan ze gewoon de week in. Start-up Comedy begon vorig jaar als experiment om te onderzoeken wanneer het theater nog meer open kan zijn. Daarvoor bleek de maandagochtend vreemd genoeg het moment. We vinden eigenlijk dat ons theater meer gebruikt moet worden. Het theater is van de stad, van de mensen die in de stad leven. Waarom zouden we alleen 's avonds voorstellingen programmeren als we ook nog de middag hebben en in dit geval de ochtend? We hadden natuurlijk geen idee of zoiets als dit zou aanslaan, maar de mensen waren meteen heel enthousiast. Wat heet, ondanks het ongebruikelijke tijdstip druppelen tientallen bezoekers het theater binnen. Voor cabaretier Fouad Hassan was het wel even wennen om 8:30 op de planken te staan. Je zit nog niet in de comedy vibe, want het is en maandag en het is in de ochtend. Dus je denkt, oh, ik moet nog zelf opstarten, maar zodra je op het podium staat, het is donker en je hebt licht in je gezicht, dan voelt het gewoon als een optreden 's avonds. Dus zodra je op het podium staat, was het dat gevoel meteen weg. De comedian had speciaal zijn repertoire aangepast aan de maandagochtend. Omdat het ook start-up comedy heet, dacht ik van nou, het is maandagochtend, laat ik ook lekker rustig de comedy set ingaan. Dit waren mijn minst sterke grappen. Dit waren de grappen die ik op maandagochtend doe. En het ging heel goed. Niet alleen de cabaretier was tevreden over zijn optreden. Ook de theatergangers waren laaiend enthousiast. Wel onwijs een shot energie en gewoon spierpijn op de lachspieren.